Warm hart voor Amstelveen. Dat is de titel van het nieuwe Amstelveense coalitieakkoord. Een coalitie die door vier partijen wordt gevormd. VVD, D66, PvdA en nieuwkomer Goed voor Amstelveen. Het akkoord is bijna on-Amstelveens sociaal en werd vanochtend gepresenteerd op speelboerderij Elsenhoven. We gaan er iets moois van maken, is het credo. Happy the Peppy in Amstelveen. Het is een akkoord met een heel warm hart, maar ook met een koel hoofd. Want we gaan met veel aandacht voor de menselijke maat opnieuw kijken naar al onze dienstverlening aan Amstelveeners. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid of armoede of groen of cultuur of sport. We zijn heel trots op onze stad, dat lees je er echt in terug. En trots op de kwaliteiten van Amstelveen. Het groen, de internationale. En dat willen we vooral zo houden en daar ook in blijven investeren. Want als je als stad groeit en je investeert niet in je groen, dan word je minder groen. Snel naar Herbert Raad, want met zoveel sociale happiness in het akkoord zou je bijna vergeten dat de VVD ook deel uitmaakt van deze coalitie. Ben je een beetje tevreden met dit sociale feestje? Oh, zeker wel. Ik denk als je kijkt de aandacht voor jeugd. Wij zijn natuurlijk liberaal, hè? Iedereen moet een gelijke kans hebben. En wat je dan van je leven maakt, moet je vooral zelf. Daar ga je zelf over. Ja, en ik ben daar altijd heel erg voor. Ik vind het geweldig dat we het ook kunnen doen in Amstelveen. Dat we ook kinderen met vanuit een achtergrond, mensen met een kleiner inkomen. Ja, dat je die ook bijvoorbeeld cultureel gezien, hè, de afgelopen jaren ben ik daar druk mee bezig geweest. Ja, dat je die dezelfde kansen geeft en dezelfde mogelijkheden als mensen die wat meer te hebben te besteden. Het sociale karakter van het huidige akkoord kan deels op het konto van nieuwkomer Goed voor Amstelveen worden geschreven. Enige minpunt is dat er geen wethouderspost is binnengesleept. Toch? Is het belangrijker om Goed voor Amstelveen verder door te ontwikkelen als partij en daarin ook het voortouw te nemen dan dat ik nu het wethouderschap op me neem. De belangrijke politieke verkiezingspunten die wij in ons verkiezingsprogramma hebben staan, die staan ook in het coalitieakkoord. Dat zijn de afspraken. Die afspraken zijn bindend. En de andere wethouders van het nieuwe college die gaan die punten oppakken en wij zullen wekelijks overleg hebben. Dus hoe het erin komt is niet omdat ik een gedoogpartner ben. Ik ben een volwaardige coalitiepartner. Ik zit aan tafel.